Jong beste kijkers van YouTube Klaaf, dag weer een nieuwe video. Vandaag jullie weer GTA. En vandaag ga ik weer een stuntrace doen. Ik heb net gezegd dat ik regelmatig vertel een stuntrace zou uploaden, dus vandaag ook weer een stuntrace. En deze stuntrace heb ik ooit één keer gereden. Ik vond hem echt heel vet, dus ik had zoiets van, weet je, ik kan hem vandaag maar eens één keer uploaden. Jammer genoeg was er bijna vandaag niemand online. Ik heb net even gewacht tot of iemand zou joinen. Werd niet gejoined, dus ik had zoiets, weet je, jongens, dan start ik wel in mijn uppie op. En dat is ook net zo leuk. Het gaat mij tenminste om de race, het gaat me ook nooit om het winnen. Zolang ik maar gewoon plezier in die race heb. En dat heb ik altijd wel in zo'n stuntrace. En vooral deze heeft best wel leuke jumps dadelijk. In het begin is het nog best wel makkelijk, maar dadelijk wordt hij steeds moeilijker. En hier gaat het beginnen. Hop. En dan gaat het erom om elke keer recht neer te komen. En als je niet recht terecht komt, net zoals nu, dan bij de klos kun je weer gewoon respawnen. Als je dit echt met veel man aan het doen bent, dan heb je nog wel eens een groot probleem. Ik heb trouwens ook op één ronde aanstaan. Ik weet ook niet hoe lang een ronde ongeveer gaat duren. Ik dacht iets van tussen 2-3 minuten, misschien 4 minuten. Dus even kijken waar we allemaal naartoe moeten nog. Oh ja, nu moeten we daar... De terugweg moeten we nog een keer die schans doen, maar dan van ja, de andere kant. En ik dacht dat hier een paar hele rare jumps tussen zaten. Yep, dit is er ene van. Kijk, oh. Een stukje achteruit, anders red je het niet. Hopsakadee. Als jullie nu ook willen weten wat voor race het is, dan moet je het even in een reactie achterlaten. Dan probeer ik deze race even op te zoeken, zou ik het in een linkje zetten. Zodat jullie deze ook kunnen gaan rijden. Dus wat ik zei, ik vind het een hele leuke track. Je moet er misschien wel van houden, maar ja, dat is bij mij op zich wel gelukt. Ik vond het echt een hele mooie track. Hop, kom op. Nee, nu ga ik scheef, nu ga ik scheef. Dory. Oh, yep, cool met suicide. Dat hoort er dan ook bij, ja. En dat je dan neergaat, dan is het ook 9 van de 10 keer comment suicide. En dan gaan we weer. Kom op, en let's do this. Nice. Maar met 4 wielen op de grond geland. Oh, 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 oh. Wat ben ik allemaal aan het doen? Ik zal dat er geen slimme acties waren. En dan hebben we hier alweer de finish. Ja, ja. En dan zijn we weer bij een nieuwe race. Dit keer een motorrace. Ik weet niet of het problemen zijn vandaag. Dat niemand kan joinen of zo. Maar weer zat er niemand bij. Dus ik had zoiets van, weet je, dan ga ik er nog maar eentje in mijn uppie doen. Dit is een motorrace zoals jullie kunnen zien. En ik ben heel erg benieuwd wat ik allemaal moet gaan doen. Oeh, team. Oh, ja, ik heb iets meer vaart nodig. Kom op. Nog meer vaart. Ja. Nee, kijk, op dit moment heb ik ook geen haast. Omdat ik toch in mijn uppie race. Ik word altijd eerste. Het is niet natuurlijk het leukste om in je uppie te moeten racen. Maar ja, af en toe heb je geen andere keuze. En dan heb ik zoiets van, dan toch wel lekker van GTA gaan genieten. Oh. Oh, had ik mijn wheelie getrokken. Ik wist even niet wat ik daar moest gaan doen. Dat is waarschijnlijk even wheelie. Oh, nee, die gaat weer fout. Ik weet niet wat ik hier fout doe. Komt die aan. Jullie. Oeh, ik was even bang dat het alsnog afging, maar. Ik doe nog redelijk goed af. Damn it. Ah, oké, okay. Moet hij naar de weg? Nee. Are you killing me? Ja, daar hebben ze een onder.
En dan gaan we weer op. Zeg, krijg je volle toeren gas. Wat gaan we nu weer krijgen? Kan ik er echt niet langs? Oh ja joh. Ik wou zeggen, daar moet ik langs kunnen. Dus ik veel te veel ga zigzaggen. En volgens mij moet ik daar dadelijk bij dat... die lighthouse of zo moet ik omhoog, maar... zeker weten doe ik het niet. Hop, zakkerij. Nou, dan gaan we die trapjes hier af. En dan eens even kijken waar we gaan eindigen. Hop. Kom op, motor. Stukje terug. Maar een klein stukje te zijn. Voorzichtig. Oké, nou, daar gaan we ervoor. Dan moeten we hier dus blijkbaar omhoog. En ik kan best wel pittig zijn. Ik heb natuurlijk geen stuntmotor gekozen. Oh. Ja. Oh, wacht. Ik kan via hier kan ik weer opnieuw. Dan moet ik gewoon even de tijd nemen. Dan zou het vast en zeker wel goed komen. Ik heb hem op. We moeten wel heel scherp draaien. En we hebben checkpoint. Oh, wat doe ik? Wat doe ik? Daar miste ik hem. Verdorie. Kom op, opnieuw. Oh. Kom op, motortje. Klein beetje draaien. Lekker. Het is volgende checkpoint en dan gaan we. Dus even kijken. Here we go. Nice. Nou, dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hoop ik echt tot de volgende keer.